In deze video gaan we jullie iets meer vertellen over onze waterslagdemper, de Antishock. Maar allereerst iets over het verschijnsel waterslag. Waterslag wordt veroorzaakt door snelsluitende kranen, zoals bijvoorbeeld de wasmachine, vaatwasser, elektronische kranen of eenhendelkranen. Eerst iets over het fenomeen waterslag. Kleine demonstratie. We gaan de eenhendelkraan openen en snel sluiten. We zien dat de waterslag een drukpiek heeft veroorzaakt van bijna 50 bar. Ook de einddruk is veel hoger dan de begindruk, in dit geval bijna 6 bar. Ook op de oscilloscoop zien we de drukpieken verschijnen. Allereerst heel hoog, waarna de drukpieken langzaam afnemen. De hogere einddruk is ook te zien op de oscilloscoop. De hogere einddruk die we net op de analoge meter zagen was bijna 6 bar, zien we ook op de oscilloscoop terug. Die hogere einddruk kan funest zijn voor inlaatcombinaties. Om deze drukpieken in de drinkwaterinstallatie op te vangen, hebben we onze waterslagdemper, de Antishock. De waterslagdemper Antishock vangt drukpieken op tot 50 bar en is te gebruiken in drinkwaterinstallaties, zowel warm als koud. Maximum temperatuur is 90 graden en is Kiwa gekeurd. Hoe werkt deze waterslagdemper? De drukpiek komt via dit kanaaltje de waterslagdemper binnen en drukt de zuiger naar boven. De dubbele dichting op de zuiger zorgt ervoor dat er geen water boven de zuiger kan komen. De roestvrijstalen veer drukt de zuiger naar beneden en vangt zo de drukpieken op. We gaan dezelfde test nog eens doen, maar nu met waterslagdemper. We gaan de kraan opnieuw openen en snel sluiten. Je ziet nu dat de drukpiek volledig is verdwenen. Ook op de oscilloscoop zien we dat de drukpiek volledig is verdwenen. We zien ook dat de einddruk lager is dan zonder waterslagdemper. De waterslagdemper Antishock is leverbaar in 3 verschillende uitvoeringen. Met de halfduimse aansluiting aan de onderzijde. Deze kan rechtstreeks in het T-stuk worden gemonteerd, zowel verticaal als horizontaal, en heeft de afdichting al op de halfduimse aansluiting. De tweede en derde versie hebben beide een wartel. Een driekwartse wartel voor directe montage aan wasmachinekranen, voor het beveiligen van wasmachines en vaatwassers, of een driejachtse aansluiting voor directe montage op hoekstopkranen, voor het beveiligen van eenhendelmengkranen op wastafels. Zorg ervoor dat de druk in de drinkwaterinstallatie niet hoger is dan 3 bar. Bij installaties met een druk hoger dan 3 bar wordt geadviseerd aan het begin van de drinkwaterinstallatie een reduceerventiel te plaatsen. De RVS-veer is gecalibreerd op 3 bar. Bij een installatiedruk hoger dan 3 bar zal de zuiger door de installatiedruk naar boven worden gedrukt. Dan ontstaat een dode zone onder in de waterslagdemper waar water stilstaat. Dat kan legionella groei tot gevolg hebben.